Welkom bij onze presentatie over de Nederlandse opvoeding. De voorbeelden doe je dus aan de hand van de leerlingen die je hebt. Waar gaan we het over hebben? Persoonsvorm tegenwoordige tijd en gebiedenbewijs. Persoonsvorm verleden tijd. Voltooid deelwoord. Onvoltooid deelwoord. En bijvoeglijk gebruik. En dan, wat is de persoonsvorm tegenwoordige tijd? De persoonsvorm tegenwoordige tijd is een actie, iets wat gebeurt, in de zin dat in de nu-tijd staat. Dus wat nu gebeurt, in de zin. Bijvoorbeeld, hij is aan het lopen. En dan is lopen de persoonsvorm tegenwoordige tijd. Persoonsvormen zijn ook altijd werkwoorden. Hoe vind je de persoonsvorm? Er zijn twee manieren om de persoonsvorm te vinden. Je hebt de zin vragend maken. En uiteindelijk kom je dan bij de persoonsvorm, staat dan in het begin van de zin. En de tweede is de zin in een andere tijd zetten. Ja, ik begrijp het nou. Het woord, de persoonsvorm verandert dan dus van tijd. Zo kun je de persoonsvorm vinden. Van de eerste. Is het bijvoorbeeld, hij heeft nog 5 minuten. Als je dus een vraag maakt, heeft hij nog 5 minuten? Dan is heeft is een persoonsvorm. En bij de tweede in een andere tijd zetten is bijvoorbeeld, hij is aan het zwemmen. En dan wordt het, hij heeft gezwommen. En gezwommen wordt dan veranderd, dus dat is dan de persoonsvorm tegenwoordige tijd. De regels, in de zin zijn altijd naar 1 persoonsvorm. En de persoonsvorm van de zin is altijd een werkwoord. De persoonsvorm tegenwoordige tijd. Ik heb een quiz neergezet. Het jongetje en dan moet je spelen vervoegen in de persoonsvorm tegenwoordige tijd. Dus het jongetje speelt in een zandbak. En je kunt, ja. De kinderen zwemmen in het koude water, dus zwemmen hoef je dus eigenlijk al niet meer te vervoegen. Je, en dan moet je wandelen, daar niet mee graag, hè. Wandelen wordt dan je wandelt. Daar. De vierde is nemen, moet je vervoegen. Je liever dan, neem je liever de andere weg. Nemen wordt dan nemen. Mijn zus, redden, moet vervolgd worden. Het wel dit schooljaar. Mijn zus redt het wel dit schooljaar. Het elftal spelen nu maar vervoegen, vandaag thuis. Dus het elftal speelt vandaag thuis. Ank en Anja gooien de bal naar elkaar over. Gooien hoeft dus eigenlijk al niet meer vervoegd te worden. Mijn zus, of mijn nieuwe Ajax-vlag, hangen moet vervoegd worden. Mooi aan de muur. Mijn nieuwe Ajax-vlag hangt mooi aan de muur. En dan 9 wordt Jesse. Worden moet vervoegd worden, bijna 10. Dus Jesse wordt bijna 10. En de 10e vraag is geven. Moet vervoegd worden. Je dat zomaar weg. En dan wordt dan geeft. Dan geef je dat zomaar weg. En dan heb je de gebiedende wijs. Wat is de gebiedende wijs? De gebiedende wijs, of imperatief wordt ook wel eens genoemd, is een werkwoordsvorm. Wordt gebruikt in een zin die een gebod of bevel uitdrukt. Bijvoorbeeld, hij moet worden schoongemaakt. Het moet worden schoongemaakt. En een ander woord is verroer je niet, bijvoorbeeld. De regels gebruik je nooit een tegengebiedenwijs. Ook niet als je tot meer personen tegelijkertijd richt. Bijvoorbeeld, ga weg, loop niet weg. Je zegt niet, loop niet weg. Of schrijf dit even op. Er komt bijna nooit een T. Werkwoorden die een D bevatten, krijgen ook hier geen T. Bijvoorbeeld, antwoord nu. Krijg je ook geen T of geen T achter. Of word lid, bijvoorbeeld. Je schrijft wel een T op als de gebiedende wijs het onderwerp u volgt. Dus bijvoorbeeld, gaat u voor. De quiz over de gebiedende wijs. Komen moet je vervoegen, hier. Kom, hier wordt het dan.
wassen moet goed worden, je handen, was je handen, luisteren naar je moeder, luister naar je moeder, worden wakker, word wakker, zitten stil, word dan zit stil, kopen nu is koop nu, verwennen jezelf, word dan verwen jezelf, bekijk het maar, of bekijken het maar, word dan bekijk het maar, en gaan liggen, hoeft niet vroeg te worden. Maar het kan wel, dan wordt het ga liggen. En sluiten, je moet dan vroeg worden, je mond, dus sluit je mond. 3, 2, 1. Persoonsvorm verleden tijd. Als de persoonsvorm in de verleden tijd staat, dan kan het werkwoord kan het zwak of sterk zijn. Het zwakke werkwoord is dan bijvoorbeeld het hele werkwoord hij, wij rennen. Dat wordt hij rende. Met een sterk werkwoord dan kan het zijn dat je dan, als je het hele werkwoord hebt, lopen. En dat wordt dan niet. Voor de zwakke werkwoord geldt stamp is T of DE. Je kan om te kijken of er D of T achter staat het kopschrift gebruiken. Je moet dan de stam van het hele werkwoord pakken. En dan kijk je of de laatste letter van die stam in het kopschrift zit. Bijvoorbeeld rennen is dan het hele werkwoord. En dan heb je de stam is ren. De N zit niet in het kopschrift, dus dan wordt het dan een D. De moeder verwennen moet je dan pakken. De kinderen te veel. Verwennen is dan de stam is verwen. De N zit niet in het kopschrift, dus dan wordt verwende. Alle leerlingen zwaaien moet je dan pakken naar de jongens. Zwaaien wordt dan zwaaiden. Sander, rennen moet je dan pakken. Vorige week ook erg hard. Rennen is dan ren, de stam. En dan is dan de N zit niet in het kopschrift, dus dan wordt een D, oftewel rende. Niemand willen moet je pakken, nog met hem mee naar het spookhuis. Willen, wil is de stam. L zit niet in het kopschrift, dus dan wordt wilde. De politie vermoeden moet je dan pakken dat er sprake was van misdrijf. Vermoeden is dan vermoeden met dubbel D. Want het is, de stam is vermoed, dus dat is een D. En het wordt, D zit niet in het kopschrift, dus dat wordt DE dubbel D. Er gebeuren erg veel in de les. Je moet dan gebeuren pakken, gebeuren. Er zit niet in het kopschrift, oftewel gebeurde. Judith, maken alle opdrachten in de les. Maken moet je pakken. Stam van maken is maak. K zit in het kopschrift, wordt maakt. De hele klas halen een heel goed cijfer voor de vorige toets. Halen moet je pakken. Stam is haal. L zit niet in het kopschrift, oftewel dat wordt haalden. Hij vervelen zich een beetje in de les. Vervelen moet je pakken. Stam van vervelen is verveel. L zit niet in het kopschrift, oftewel dat wordt verveelde. Iedereen bestellen moet je pakken. Aandacht aan ze. Bestellen, de stam is ik bestel. De L zit niet in het kopschrift, dus het wordt bestelde. Dan gaan we het hebben over voltooid deelwoord. Hoe kan je voltooid deelwoord herkennen? Het begint vaak met be, ge, ver of ont. En het eindigt vaak op d, een t of een en. En het gaat, een voltooid deelwoord gaat vaak altijd samen met een ander werkwoord dat afhangt van een ander werkwoord. Ik heb gegeten. Hier is heb bij deze regel. En ge, bij begint vaak met ge, en dat soort dingen. En en met eindigen. Hoe weet je wanneer je een d of een t hebt? Als je dat niet weet, kan je het langer maken. In de verleden tijd, door bijvoorbeeld ik heb gerend, maar in de verleden tijd meer fout is ik rende. Dus dan eindigt het automatisch een d. Ik heb gefietst en meer fout verleden tijd is ik fietste. Dus ik heb gefietst, dus eindig met een T. En daarna, ik pakte meervoud verleden tijd.
plastic hebt verpakt. Je kan ook het kofschip gebruiken. Bijvoorbeeld bij het werkwoord rennen. En dan is het dan ren. En dan staat de N natuurlijk niet in het kofschip, dus is het rende. Dingen waar je op moet letten is dat soms kan het hele werkwoord van een woord twee vormen hebben. Bijvoorbeeld niezen met een S en niezen met een Z. Dan wordt het geniest met een T en geniest met een D. In dit soort gevallen zijn ze dan gewoon beide goed. Sommige woorden hebben letters die veranderen. Hallo, bijvoorbeeld een Z naar een S. Dan kijk je gewoon naar de oude letter, dus in dit geval de Z. En bij het werkwoord verhuizen wordt het dan verhuisd. En de Z staat er niet in het kofschip, dus het wordt verhuisd. Onvoltooid deelwoord. Je gebruikt het onvoltooid deelwoord om aan te geven dat je iets aan het doen bent, maar tegelijk ook iets anders aan het doen bent. Bijvoorbeeld huilend rende hij de klas uit en lachend rende hij naar haar toe. En daarna de toets. Gewoon even kijken of de volgende zinnen voltooid of onvoltooid deelwoorden zijn. Ja, dan kan je video gewoon op stop zetten en dan antwoord geven. De antwoorden zijn: ik heb gerend is voltooid. Lachend knuffelde hij haar is onvoltooid. Nadenken maakte hij de toets is onvoltooid. Hij heeft je gestopt is voltooid. Hij heeft haar geappt is voltooid. Zij schopte haar terwijl ze tegen haar schreeuwde is onvoltooid. Deze drie zijn ook voltooid en deze is onvoltooid. Ja? Ik ga het hebben over het bijvoeglijk gebruikte naamwoord. Bij een bijvoeglijk naamwoord eindigt alles op een E. Bijvoorbeeld de mooie koe, het dikke varken en het mooie meisje. Een bijvoeglijk naamwoord eindigt niet op een E als het zelfstandige naamwoord met het begint. En als er een voor staat. Dus het lieve meisje wordt dan een lief meisje. Het grote raam wordt een groot raam. Als een bijvoeglijk naamwoord een stof aangeeft, dan komt er en achter. Dus de houten lepel en het gouden horloge. Dit zijn de oefenvragen. Kun je weer de video op stop zetten. En dan zijn dit antwoorden. Het water was bevroren, dus het bevroren water. Wij hebben uren geschaatst, dus de geschaatste uren. Sarah had nieuwe schaats gekocht, de gekochte schaatsen. De schaatsen waren ook geslepen, de geslepen schaatsen. Het ijs was wel een beetje gebarsten, het gebarsten ijs. De enkel is verbonden door een aardige meneer. De verbonden enkel. Sarah dacht dat haar enkel gekneusd was. De gekneusde enkel. Helaas bleek dat de enkel gebroken te zijn. De gebroken enkel. En van de enkel zijn er foto's gemaakt. De gemaakte foto's. Dit was het.